Zat jij gisteren ook in de bus die je door de supporters werd tegengehouden? Ja. Ik zit bij de wedstrijdselectie, dus dan zit ik ook bij de bus. Ja. Hoe ging dat? We kwamen aan bij het stadion en dan moesten we stoppen. Als er iemand voor de bus staat, rij je niet door natuurlijk. Nee. Nou begreep ik in de media dat Ziyech een zwiep of een soort van handgemeen is geweest tussen Ziyech en de supporters. Klopt dat? Dat heb ik niet gezien. Nee. Was het intimiderend of niet? Even mijn karretje dicht. Intimiderend? Ja, voor mij niet. Nee. Voor mij niet. Zijn jongens zijn niet blij met de resultaten en hoe het gaat. Ja, dat is hun gedachte en dat moeten jullie respecteren en wij moeten ermee zien om te gaan. Je moet gewoon van iedereen afblijven. Ziyech leek nogal de gebeten hond gisteravond. Ja, ik denk dat er meerdere de gebeten hond waren. Ja. Ik denk dat we iedereen in de spiegel moeten kijken hoe het gegaan is. En daar hebben we allemaal schuld aan, toch? Ja. En een dramatische dag gisteren, toch? Het is niet zoals je het wil hebben, nee. Je kan niet iemand gaan aanvallen omdat hij een persoon is. Dat kan niet. Ik vind dat je dat niet moet laten. En degene die dat gedaan heeft, ja, die moet maar denken dat er nog iets gedaan moet worden gedaan. Heeft u het ooit in uw tijd meegemaakt, zoiets? Nee. Ze komen niet. Het is niet zo dat ze agressief worden en dat ze mij eventjes vastpakken. Nee. Maar het kan gewoon toch niet? Nee, zeker, het kan niet. Het mag gewoon niet. Het mag gewoon niet.